Repoigi de nós, poigi. Repoigi de cada almighty. Dat van die dwangwet om alle Surinamers te verplichten om gif in hun lichaam te spuiten. Mino sa fude trawa, ma mi sa fumi. Mina nummer 1, sa de tige na wet is MOVETI. U mag rekenen dat alle 16 parlementariërs, waar ik fractieleider van ben, zullen met hand en tand verzetten. We zullen tegenstaan. Om stem voor of om stem tegen? Sammy denkt dat ik moet doen, om stem voor? Over my hot sexy body. Maar al komt die wet er. Niemand bepaalt over dit lichaam. Zo is het. Ik wil de persoon zien die kan komen en een spuitje hier van me zetten als ik het niet wil. My body, my choice. Van de wereld, me niet. Daarom heb ik mijn tekst als poot. Als aan het troon, dan ben ik alleen maar. Ivermectine naar een middel. Ja. Zijn wereldwijd. Ja, ik heb het gelezen. En dit is maar competitief. Ja, ja, is waar. Ze zijn dan met Masra Ramadin. Nog een bestel aan middel. Ja, want die brief is op tijd voor hem. When injustice becomes law, de onrechtvaardigheid trouw wet. Sa epsanolo na sa lang, then resistance becomes a duty. Then verzet must come. Moskwa must come down. We must go in a verzet. Tegen een dwang vaccinatie. Tegen een rassendiscriminatie. Tegen een medische discriminatie. Tegen een haatzaaierij. Tegen een apartheid. One with freie will. Wat we net gedaan hebben, we hebben geprobeerd op een vreedzame wijze een signaal te geven aan de regering en aan het parlement dat we geen antivaxers zijn en dat er toch mensen zijn die niet gedwongen willen worden om een vaccin te nemen. Dat wij vinden dat de regering misschien anders moet communiceren om mensen het vaccin te laten nemen. In een bronchi jari per sang etang, per you etang, per u alamala etang. Noama nongka aksi waktu runa pas. Bronchi jari nagi gevaccineerde en ongevaccineerde. Dus nu make them low nu. Neem je onverantwoordelijkheid in handen. Want dadelijk, je no mag gewoon wenken morgen omdat je nog vaccineert. Je ching no mag gewoon scoren omdat je nog vaccineert. Je kan nu nog denken bij de mij discrimineert, maar dat je nog een lupus maar omdat je nog vaccineert. Mensen aan de kant. Vrede of vrede? Vrede of vrede? Wat dat is? Discriminatie. Mijn lichaam. Mijn lichaam. Kijk, tussen ons zijn er mensen die gevaccineerd zijn. Tussen ons zijn er ook mensen van de medische zorg. Maar ik zeg, in jouw communicatie, als jij zegt als regering, ik heb gezeten met de president. En hij heeft ons gezegd als kerkleden, er komt geen dwangwet. Het is een paar maanden daarna, is het diezelfde regering die met de DNA-leden een dwangwet maakt. Een paar maanden daarna zie je dat die minister van de Buitenlandse Zaken al een schrijver doet rondgaan. Die minister van OW, een schrijver doet rondgaan. Min of rent. En dan ben je vertelt de halve waarheden. Een halve waarheid is nog altijd een hele leugen. Ik heb me nog nooit zo onwelkom gevoeld in mijn eigen land. Ik heb me nog nooit zo onzeker gevoeld onder geen enkele vorige regering in mijn eigen land. Oké. Eigenlijk heb ik mezelf nog nooit zo onwelkom en onwaardig gevoeld in mijn eigen land. Alsof ik me ergens voor moet schamen. Alsof ik vies ben, alsof ik iets over me heen heb, omdat ik niet gevaccineerd ben. En ik durf te wedden dat ik namens u alle kan spreken, want volgens mij heeft iedereen die hier zit dit gevoel ook.
als je aan de ene kant iets zegt, halve waarheden vertelt, en dan plotseling uit het niets rondschrijven begint te sturen, dan voelen de mensen zich bedreigd. Dan voelen de mensen zich gediscrimineerd. En ook als we horen dat vanuit het kabinet bananen worden verdeeld voor alleen de gevaccineerden en niet de gevaccineerden. Hey, laten we stoppen hoor, wat we doen. Laten we eerlijk zijn tegenover elkaar. Laten we wat we hebben kunnen bereiken de afgelopen jaren om te strijden tegen dictatorschap. Laten we dat behouden. Want dit is een verpakte vorm van dictatorschap. Het is een vertakte vorm van subtiele dwang. En wij gaan daaraan niet meedoen. Dwang naar Wassani zal zeker en met mijn praxerie aten voor slavernij. Dwang naar Wassani zal zeker en met mijn praxerie aten voor katibo. En je laat je leiden door de elite groep van de wereld. Mij niet. Daarom heb ik nog tegen als poot. Mij niet tegen dat ik nog tegen. Maar met tegen dat ik jullie nog afstand neem. Wij zeggen, vaccineren is een goede zaak. Vaccineren is een goede zaak. Maar gaan niemand dwingen. Ja! Ik ben blij dat ik mijn vent misging. Ik heb een paar zaken voor je misging. Ik heb nu mijn raken besmet, mijn hoofd dat mijn raken besmet. Maar voor mijn alle de coronariekers, alle is mijn swap kiazo negatief. Ik heb met de maoran nagia in ozo. Want alle is is aan mijn soep was aan kon in ozo. Was aan het schaak naar mijn hersen. De mijn leg hier is aan het uit. Naast de mannen leg uit. De akatu kon in ozo. Je hoort wat trauma over. Dat je schip gewoon. We hebben gezegd, we zijn niet tegen het vaccin. Ik ben geen medicus om te zeggen als een vaccin goed of slecht is. Ik heb zelf, toen leden van mij ziek werden, heb ik ivermectine gebruikt. En binnen 3 dagen waren de mensen gezond. Dat is mijn eigen ervaring op advies van een paar vriendenartsen in binnen- en buitenland. Ivermectine naar een zijn die soep op naar Otto. Is in een doosje, rood-wit ongeveer jaar, Gary ivermectine. Als je 80 kilo legt, heb je hebt 4 tabletten per dag nodig. Een kuur van 5 dagen. Je bent weer. Als je wegi boer hebt, dan gebruik je 6 tabletten per dag. Mie aan dat ra, maar dat zang, maar tegen mij zang, bestudering. Dus ik zeg wie gevaccineerd wilt worden. En ook onder mijn leden zijn er gevaccineerden. Ook onder de pastors die ik leid. We hebben geen problemen daarmee. Maar laten we geen polarisatie kweken. Laten we geen tweedracht kweken. Laten we geen haat kweken. Laten we als één bevolking doorgaan in het leven. Dwing mensen niet. Maar laten we praten. Zoals die president altijd zei, laten we het samen doen. We know what. We know what. Proberen jullie ook als kerkgemeenschap om mensen zodanig te begeleiden dat ze zich niet gedwongen voelen, zodat ze net als hun eigen leiders ook gewoon het vaccin nemen? Absoluut proberen we dat te doen. Maar kijk, dit ding is meer dan gewoon een vaccin nemen. Ik kijk oude mensen die mij bellen en zeggen, apostel, ik ben bang. Mijn familie dwingt me om het te nemen. We kennen een geval waarbij mijn eigen oom geen kansen heeft genomen omdat hij onderliggende aandoeningen had. Hij is nu dood. En die dingen jagen angst in de samenleving. Terwijl als je vanaf het begin gezegd had dat zowel de gevaccineerden als de niet-gevaccineerden niet helemaal beschermd zijn vanwege die varianten die ontstaan, dan praat je de waarheid. Maar jammer genoeg, politici houden ervan om halve waarheden te vertellen. Waardoor je dit krijgt. Als je gewoon de waarheid had verteld vanaf het begin, stond ik niet hier. Ik vertel mijn mensen de waarheid. Ik zeg niet tegen mijn mensen, als je niet gevaccineerd bent, kan je niet in de kerk komen. God dwingt geen mensen om iets te doen. Mensen willen God niet dienen. Wie dwingt ze? Mensen willen man en man hebben. Vrouw en vrouw. Wie dwingt ze? Niemand toch? Waarom ga je wel mensen dwingen om het vaccin te nemen? Iemand heeft pas gezegd dat milieurechten ook mensenrechten zijn. Waarom kan zelfbeschikkingsrecht dan ook geen mensenrechten zijn? Laten we ophouden met die grappenmakerij die deze regering probeert te doen.
We are people for Sala. We are the Amati. And no one's man who's bepaald you all, so must take in whiskey. If today they take a wet daddy, that a man no take you munde in Magnan Bana, Dinsdag in Magnan Roti, Woensdag in Magnan Chowman. Popo snapu, snapu you leti. Popo snapu, no longer na peti. No longer na peti. Nou, ik wil zeggen tegen de regering, u hebt het signaal gezien. We zijn niet tegen u, maar drijf ons niet naar een bepaalde richting. You not de bezig met een medische discriminatie. You not de bezig met een polarisatie. You not de bezig met een haatzaaierij. President, parlementariërs, naar Unupotju drapen. En ik kan niet denken te denken. Omdat Unupotju drapen ook aan voor je. Er zijn andere dingen, want ik ben ook politiek leider. Waarbij we ook tegen je kunnen opkomen. Want ze hebben gezegd, we geven je de kans om te herstellen. Maar als we zien dat je met de politieke macht die we je gegeven hebben probeert om iets te dwingen, dan gaan we op een andere toer gaan. Dan gaat het niet meer zijn tegen de dwang van COVID, maar dan gaan we ook politiek optreden, ja. Want dat kunnen we ook. Doe weer die fouten op boering. Can we put you, maar we was go you today. Die dit tegen dwang houden, ook toe tegen Trasani. Want we zien dat ze het doen. Maar nou moeilijk is die daar. Maar we zien wel wat ze zijn. Kom hier nu. Get up, stand up. One more time. Stand up for your right. One more time. Get up, stand up. We proclameren naar een brieven in die actie. Dat alles moet join aan rechtvaardig strijd is. No one's ma sa kisi COVID-19. No one virus ne kong in whiskey. We broko ala de fruku watu voor de autoriteiten. We broko de fruku watu voor a president. We broko de fruku watu voor a minister van volksgezondheid. We broko de fruku watu people for Sanan, for all the medici, we proclaim the fruit of this. And we proclaim na ngabribi, no one's mad jazzo, ne siki. Une poigi di no aspoiti.